In deze video gaan we tweestapsverificatie instellen voor je Google-account. Ga naar je accountinstellingen en klik op beveiliging. Klik daarna op tweestapsverificatie. Klik op aan de slag. Vul nu je wachtwoord in en klik op volgende. Er wordt je gevraagd om eerst je telefoonnummer te bevestigen. Je krijgt een sms-code die je hier invult. Zodra je dat hebt gedaan, kun je optioneel de Google Prompt Authentication app installeren op je telefoon en instellen via je account. Zodra de app hebt geïnstalleerd, scan je de QR-code en vul je de code in die je op je mobiel ziet. Als laatste stellen wij backup codes in. Dat zijn 10 codes waarmee je altijd kunt inloggen, zelfs wanneer je jouw telefoon thuis hebt laten liggen. Bewaar die codes goed en je bent klaar met het instellen en beveiligen van jouw Google account.